Hallo? Oh ja, heel grappig. Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad. Hallo, wij zijn Tariq Moree en Tim Olivier Sommer. En wij zijn van het Wim Sonneveld Complex. Ja, dat is een voorstelling over... Twee Wim Sonneveld impersonators die de strijd met elkaar aangaan om te kijken wie de beste Wim Sonneveld is. Nou, we gingen het terras leggen in Deventer bij zijn ouder. Ondertussen luisterden we naar Wim Sonneveld, want dat doen we wel vaak. De school is dicht en ik zit hier. En toen kwam... Juffrouw Van Dam, Juffrouw Van Dam, Juffrouw Van Dam. Dag Wim. Dag Juffrouw Van Dam. En dat vonden we zo grappig, vooral de manier waarop ze praten. Dag Wim. Dag Juffrouw Van Dam. Wacht je op iemand? Nee, nee juffrouw, nee. De school is dicht, Wim. Ik weet het juffrouw, ja. Wou je iets vragen? Oh, nee, nee, juffrouw, nee. Dus dat gingen wij imiteren. Totdat jouw moeder of je vriendin zei... Jongens, het lijkt wel alsof jullie een wedstrijdje doen wie de beste Wim is. Is er iets niet in orde? Ja, juffrouw. Ik bedoel, nee, juffrouw. Ja, zijn typetjes, zijn liedjes. Ja. Hij als acteur, als showman. Hij staat daar in zijn eentje en hij heeft het publiek gewoon zo vast. Die oeroude grappen nog steeds in de smaak van. Dat toch ergens tijdloos is. Ja. Ja. Iedereen. Onder de 10. Lekker thuis laten. Lekker thuis laten. Lekker thuis. Toch wel een beetje schunnige grapjes in hoor. Wim Sonneveld. Wim is zo fucking gedateerd man. Nee, denk het niet. Ja, het is wel jammer. Maar dat kan je gewoon oplossen. Ik kan gewoon naar onze voorstelling komen kijken. Als de jongens van school meer zagen, op de stoep op zo'n vreemde tijd. Er staan 3 tegelijk op het toneel, dus we hebben een drummer, een bassist en een gitarist. En we hebben die jongens gevonden op de Herman Brood Academie in Utrecht. Waar Wim geboren is. Waar Wim geboren is. Waar Wim geboren is. Ze studeren nu af en ze zijn waanzinnig getalenteerd. En ze zijn waanzinnig getalenteerd. Wow. En best wel nostalgisch, ja. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar met... Sommige mensen zitten dan toch... Worden toch een beetje boos. Worden toch een beetje boos als je aan het dorp zit, want het dorp is toch een soort van heilig. Maar juist die mensen die een beetje boos worden, zijn aan het einde van het dorp helemaal mee. Lieve mensen, best publiek, wij hopen van harte dat jullie komen kijken naar onze voorstelling volgend jaar bij u in het theater. En tot dan. Ja, dankjewel voor het luisteren. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen.